Ik vind het belangrijk in zorg geven bij de cliënten dat je kwaliteit geeft. Ik probeer ervoor te zorgen dat iemand zegt van nou, ik heb nu vandaag een leuke dag gehad. Maar ook natuurlijk gewoon genoeg gedronken heeft en ook een schone lui heeft gehad. En nou, gaat het helemaal door. Was het leuk op de AB? Zij hebben in principe niet voor mij gekozen. Zij moeten het doen met de mensen die komen werken. En ik vind, omdat ik hiervoor gekozen heb en ook met deze doelgroep, dat ik zo alles moet doen om het voor hun zo goed mogelijk te krijgen. Wat wij belangrijk vinden in de cliëntenzorg is dat er goed gekeken wordt naar wat de cliënt nodig heeft en wat hij of zij voor vragen heeft. Nou, dat houdt in observeren, dus kijken naar wat de cliënt wil. Sommigen kunnen praten en sommigen weer niet. Dus dat betekent of je gaat erover praten of je gaat heel goed kijken naar wat de cliënt leuk vindt. Je ziet dat in de mimiek, in de gezichtsuitdrukking, in de houding. Sommigen lachen, sommigen huilen, sommigen die gaan hard klappen met hun handen. En daarin ga je observeren. En dan ga je dingen uitproberen. Ja, lukt het? Vinden ze het leuk? Dan is het mooi meegenomen. Vinden ze het niet leuk? Nou, dan ga je weer wat nieuws pakken. En dan probeer je opnieuw.